En we hebben nogal een discussie over hoeveel... Nee, we hebben geen discussie. Een weddenschap. Lang verwacht, maar daar is hij, de stof van onze bank. We gaan weer naar Nederland. En dat hebben we al toen we de eerste keer gingen verteld. Want ons gezinnetje is nog niet compleet. Goedemiddag mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Hallo, hallo. De laatste keer dat jullie ons zagen, vorige week in de vlog, eindigden we hier in de voortuin met het snoeien van de appelbomen van onze buurvrouw. Dat is een hele klus en daar hebben we nog een hoop werk aan te verzetten. Maar we waren hier toch bezig en toen kwamen we op het idee om direct de kettingzagen bij te houden en ja, onze voortuin onder handen te nemen. Ja, anders is het gewoon een te kleine klus voor het werk wat er nog is, ja. Die appelbomen alleen. Je maakt met zo'n boom omzagen gewoon benden en je kan beter alle benden in één keer hebben. Ja. En in ieder geval grote benden tot het nuttig is om te verwerken. Top. Dus afgelopen weken zijn we al heel erg bezig met de visie hoe wij onze voortuin voor ons zien. Het is veel te overgroeid, er zijn veel te veel bomen en we willen graag dat ons huis gezien wordt van de weg. Of in ieder geval dat het meer open is, het moet meer licht zijn. Klopt. En dat was een beetje het doel. En we willen de bomen gewoon wat meer de ruimte geven, precies, omdat het nou allemaal op elkaar stond. Ja, de bomen moeten inderdaad gewoon licht krijgen. En we zijn al flink bezig geweest. Maar misschien is het leuk om even te vertellen wat we dan voor ons zien om wat moet blijven. Ja. En wat we al hebben gedaan. Want wat we al hebben gedaan is dus deze esdoorn hier in de voortuin. Er waren er een stuk of 6. We hebben hier natuurlijk al die dode boom weggehaald vorige 2 weken terug. Ja. En nu hebben we dus nog 4 esdoornen omgezaagd. Ik denk, het ging lekker. Super vlot ribben en dat ging lekker. Klopt. Die beelden, die krijgen jullie nu eerst eventjes te zien. En dan ligt deze, het lijkt ergens op een complete boom. Alle takkenzooi van 4 bomen. En dit is ook wel leuk om te zien. Ja, zagen we voor het eerst dat de herfst komt eraan. Het is vandaag 20 augustus. 20 augustus en de bladeren die worden rood op onze esdoorn. Ja. En dat zagen we van de week ook op onze grote esdoorn. De grote bomen, dat zijn dezelfde bomen. Ja. Maar die, het is onmogelijk om nu te zien, maar die wordt ook al een beetje rood, joh. Van boven inderdaad. Ja. Dus de herfst is onderweg. En dan ons beeld, wat wij al eerder hebben laten zien een beetje, is dat deze stenen wand dat je hier ziet, dat stond best wel dicht. Eigenlijk kon je het niet eens meer zien, zeg maar. Nou, die 4 esdoornen die hebben we dus nu weggehaald. En we laten 1 stam staan, hebben we besloten. Deze, het is eigenlijk een dubbele stam, eentje die is weggegaan. Maar je ziet wel dat die aan deze kant eigenlijk niet eens begroeid is. Maar nu krijgt hij dus veel meer licht. Dus daar gaat die veel beter op groeien straks. Ja, dan hopen we gewoon dat het een hele mooie boom wordt. Ja, precies. En dan wisselen we een beetje af. Want het idee is dat we gewoon bomen houden, maar meer zicht krijgen. Klopt. We willen gewoon wat meer verspreiden. Elke 5 meter minstens een boom, dat is helemaal niet erg. Dus hier in het midden hebben we een hele groep hazelaar staan. Ook nog een esdoorn. Maar deze middelste, dat is een hazelaar. Even kijken, even dichterbij. Denken we, hazelaar. Ja, die blijft staan. En dan gaat de rest hier allemaal omweg. Dus dan wordt deze stenenrand hier wat zichtbaar. En dan zie je dus de hele boom, de boomstam zeg maar, van de grote boom. Want dat is een beetje het doel, zeg maar. Dat die mooie boom gewoon wat zichtbaarder wordt. Ja, en nu zie je het huis er al een beetje tussendoor. En hieronder dus de stenenrand waar we het continu over hebben. Ja. Die vond ik heel mooi. Dit moet nog weg. Ja, die rotswand die zie je hier een beetje. En deze hele bosjes die gaan helemaal weg. En er staat hier 1 boom in het midden, deze hogere. Dat is een S. Die laten we staan.
En dan heb je hier nog twee bomen die voor de grote esdoorn staan. En die willen we eigenlijk ook weg hebben. Want die halen ook het zicht van die hele grote boom weg. Ze staan eigenlijk gewoon veel te dicht op elkaar. Ze horen hier... we vinden niet dat ze daar mooi staan. Het staat helemaal in elkaar verweven, deze bomen. Ja, en je ziet ook dat die hele grote boom van ons helemaal niet zo mooi is aan die kant. Nee, die krijgt daar gewoon geen licht. Nee. Nee, en dat is ook nooit bewust geplant, wat dan ook. En dat gebeurt met die bomen hier. Die komen waar ze willen. En dat is ook zoals het hoort natuurlijk. Maar hier eindigt de stenenrand. Al die bosjes weg, deze S die blijft staan, die hoge blijft daar staan. En dan heb je in één keer veel meer zicht. Deze bosjes hier naast die grote conifeer of zo, weet ik wat het is. Dat moet nog een beetje opgeruimd worden. Maar dat is allemaal voor later. En dan vanaf de weg heb je deze rand hier zo hiervoor. Ja, daar groeien al wat berkjes tussendoor en wat S-boompjes. Essen? Essen? Geen idee. Essen. Essen. Denk het wel. Dus die laten we eerst een beetje staan, maar we gaan het wel een beetje uitdunnen. En het lijkt ons heel mooi als hier een eik of zo zou tussenkomen. Dus gaan we ergens gewoon een keer proberen om een paar eikels te strooien hier. Om te kijken of dat gaat lukken. En dan gewoon een beetje erop letten, dat het kaal en verzorgd blijft. Ja, lijkt me leuk. Ja, en dan kan je een beetje voor je zien hoe deze bosjes hier allemaal worden. Deze laag die wordt uitgedund met een mooie boom in het midden. Daar zie je de grote boom wat meer. En dan heb je verschillende laagjes en elke 5 meter of zo, of 7 meter, wel echt wel een grotere boom. Want het ding is, met deze bomen snoeien, je moet het ook een beetje voor je zien hoe het over de tijd wordt. Dus kleine boompjes moet je ook blijven houden, zodat er over 10 jaar ook nog een nieuwe boom groeit of staat, zeg maar. Ja, ze komen en ze gaan. Ja, precies. Het hoort er een beetje bij. Het plan voor nu is deze takkenbult gewoon uitzoeken, zagen. En het frutsels wat niet gebruikt wordt voor hout gaat eraf. Verzamelen we hier bij de andere zooi van de appelbomen nog. En de boomstammen die gaan daarbij. Dat moet al uiteindelijk naar achteren komen. Zo, dat was hem. Bultje weg. We verplaatsen de bultjes een beetje. Ja, dat is wat weggaat. Ja. En dit is nou wat we nog over hebben. Ja, en het is gewoon een beetje van waar hou je op, hè? Met welke dikte. Ja. Die kleine kutstammetjes, daar ben je meer... Nou, dit zijn nog best wel dikke... Ja, dat wel, maar dit... Ja. Kijk, je moet op een gegeven moment zeggen van oké, het is gewoon meer energie om te stapelen. Alles eraf te halen. Zagen dan het waard is, zeg maar. Klopt. Dus ergens... Zo'n dikte, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja, wel weer een aanhanger vol troep. Ja, moeten we maar echt wegbrengen. Ja, want die appelboom moet ook nog gestript worden. Ook nog. En als ik bekijk wat we nog allemaal in de tuin willen doen. Ja. Je kan gewoon echt niet alles bewaren. Nee. Het kan wel, maar niet handig. Misschien dan wel dit uitdunnen, zodat wat dan naar de stort kan. Dat kan dan direct mee. Ja. Maar ja, die takkenwal, die kan ook wel wat kleinspul bij. Maar dat moet niet in een of andere afvalbult worden. Nee. Alleen maar groter en groter worden natuurlijk. Klopt. Dus ja, vroeg te doen, maar eerst even eten. Vanavond verder denken. Ja. Naar de bovenop? Ja. Zo hé, dat was het. 1,5 uur sjouwen en alles ligt boven. Het was veel. Het was veel joh, 2 aanhangers vol hout. Maar het was ook gewoon veel klein spul nog extra joh. Ja, die appelboom die was ook gewoon vooral irritant, want dat is zo'n... Apart tak. Het is gewoon vol met noest, omdat die heel vaak getrimd is natuurlijk. Dus het tilt zo irritant en met alles is het irritant. Ik heb het ook. Ja. Oranje handen. Ik weet niet wat het is. Trek mijn hand voor de zuid. Wow. Geen idee hoe dit dan weer kan. Door de boom denk ik. De appelboom. Door de handschoenen misschien. Geen idee. En er ligt nog een beetje van onze oude appelboom, van onze eigen. Dat is die lange daaronder. Maar dit is dus allemaal die appelboom. We hebben het al een beetje laten zien beneden. Maar goed, nu ligt het allemaal op een bult. Klaar om gezaagd te worden. Ah, dit is echt top. Dit hout. Het zijn wel veel bomen. Of veel hout. Ja. Vier dikke bomen. Lekker. Het is alweer een andere dag. De volgende dag dat zie je wel aan het weer. Het mooie weer is een beetje voorbij. Regen. De ergste regen is gelukkig alweer geweest vandaag. Nou, hopen dat het gras gaat groeien. Ja, maar het gras houdt al een beetje op met groeien, eerlijk gezegd. Ja. Dat heb ik al middel een week niet gemaaid. Dus dat zie je nu echt. Dat de bomen wel te rood worden. In ieder geval de esten worden. Ja. En het wordt gewoon kouder s'nachts. Dus het komt wel weer een ander seizoen aan. Vind ik ook wel leuk. Ja, ook wel leuk. Wij hebben nog nooit echt de herfst gezien.
Nee. Hier. Eigenlijk in heel Zweden nog niet echt. Nee, nou ja, we zijn in oktober een keer naar Noorwegen. Ja. Dat was het enige. Toen was het ook al echt wel herfst. Maar ja, weer een heel ander seizoen. Super mooi. Maar inderdaad, het zonnetje is even weg. De komende dagen regent een beetje. Is niet erg. En we werken gewoon in de regen ook gewoon prima. Maar dan moet je even anders kleden. Maar het is wel even lekker dat het niet zo heet is. Ja, dat is wel fijn. Want je zweet je wel gauw heel dood. Ja, zeker ja. We hebben ons nog een beetje bedacht met bladeren, zooi. Dat we dat niet wegbrengen, maar gewoon hier in het bos wel leggen. Want als we ooit een versnipperaar krijgen, dan is het toch wel, wel fijn om dat eigen hout te hebben om te versnipperen tegen houtsnippers. Ja. En nu ligt het nog niet in de weg. Het kan er altijd nog heen. En als het daar even een tijd ligt, dan sterft alles af en dan is het ook al veel minder in één keer. En we hebben het precies op de grens gelegd. Dus ja. Je zou er nooit iets gaan doen, nee. Bouwen of zo. Het is nog niet nodig, nee. Een stukje lang. Het is inmiddels alweer een nieuwe dag en we hebben het bultje weggewerkt. Het laatste hout dat op onze erf lag, de boomstammen. Dus nu is het toe aan al het hout dat we zelf hebben gezaagd. Hebben we al laten zien gisteren natuurlijk, de appelboom. Maar wat we nu willen laten zien is hoe vol het hout ook ligt. En we hebben nogal een discussie over hoeveel... Nee, we hebben geen discussie, we hebben een weddenschap. Ook niet echt, we hebben een andere mening. We hebben een andere mening over hoeveel... Hout, dat gaat zijn in ons houttak. Nou, je hebt de bult nu meerdere malen gezien. We laten het nog even één keer zien. De bomen, het zijn vier bomen die we hebben gezaagd. Drie en een kleintje. En dan de appelboom. Dit zijn delen van de appelbomen natuurlijk. Ja. Inmiddels ligt er ook die andere kleine van de appelboom van de buurvrouw nog bij. Een paar stammetjes. Dat dus. En dit is dan het houttak. Hoe vol het al ligt met de boomstammen. Twee muren, compleet vol. En echt hoog. Je kan namelijk wel zien dat ik er nog net bij kan. Dus dat is echt hoog. We gaan het zo meteen weer even opmeten. Ja. Maar nu zijn we dus toe aan dit, om het hier tussen te leggen. En we gaan het nu gewoon zo heen en weer leggen, zodat dat de muren het een beetje tegenhoudt. Ja, en nu zijn we dus in de discussie van hoeveel gaat het zijn. Annemiek denkt... Dat hij zo goed als volkomt. Dat hij zo goed als volkomt? Ja. Nou, dat, ik denk dat echt niet. Ik denk het wel. Want ik heb in mijn hoofd van, oké, dat waren, weet ik veel, 30, 35 boomstammen. Lange boomstammen, niet allemaal even dik. En daar hebben we twee muren mee gevuld. Nou, als je het optisch ertussen legt, dan passen hier nog drie muren tussen. Zeg maar, dus dit zou 2/5 zijn van het hok wat we nu hebben gevuld. Ja, maar ik denk niet dat je dat zo berekent. Okay. Ik zie het gewoon voor me, ik zie hem wel bijna volkomen. Ja, ja, goed. En zet je voet waar jij, tot jij denkt dat hij komt. Oké, en dan ook gewoon zo hoog, hè? Gewoon zo hoog als het is. Ja. Ik denk de helft. Oké. Okay. Niet eens misschien. Oké, nou dan gaan we het zien. Ja. Dus laat vooral even weten wat jullie denken, want we zijn er wel heel erg benieuwd naar. Ja, gok maar eens even mee. Hoe ver denk je dat wij komen met dat hout? Meer van, komt die vol of komt die niet vol? Nee, precies. En je mag de kuub zeggen, maar ook in meters, want dit is gewoon, nou ja, 4 meter. Ja. Dus 4 meter lang, dus ja. Ik ben benieuwd. We gaan eens even opmeten hoeveel er nou al ligt. Ben ik wel benieuwd. Hoogte is 2,20. Okay. Even kijken, beide kanten wel. 2,20. Nou, 4 meter zei ik. Ja. Hou hem eens even beter als je wil. Want, om geen fouten te maken. Oh nee, het is geen 4 meter. De breedte is 4 meter. Het is 3,20 meter. 3 meter, oh dat is het. Daar ja, is 3 bij 4 ongeveer. Ja, 4, ja, 4 bij, ja, hij is 4 bij 3. Ja, 24. 2, zeg maar ja. Eigenlijk. Maar goed, 2,20 meter. Keer 3,20. En dan is dit 35, de stammetjes zijn 35, dus keer 2, dus dat is 70 centimeter. Keer 22. Ik ga het even een rekensom doen. De rekensom is dan 70 centimeter keer 3,2 keer 2,2 is 4,9 kuub. Zeg maar 5. 5 kuub ligt er nou in. Dus dat is inderdaad 2/5 van dit hout ook. Nou ja, en ja, oké. Ik ben benieuwd. We gaan de komende dagen druk bezig met zagen en kloven en kijken of we komen. Ja. Ja. Lang verwacht, maar daar is hij, de stof van onze bank. En eerder dag verwacht. Een weekend eerder. Ja, vier dagen. Zoiets, ja. Heel fijn. Dus nu kunnen we eindelijk de bank in elkaar zetten. Die staat hier al half in dozen nog. Dus we gaan eens even ruimte maken en dan gaan we eens even kijken wat het voor de IKEA-puzzel wordt. Het zal wel weer uitzoeken zijn. Ja, en we hebben nog steeds het probleem dat wij al dozen door de war hebben gehaald. Ja. Dus het ligt niet meer op nummer. We kwamen erachter dat er overal nummers op alle dozen stonden. En wij waren natuurlijk heel enthousiast aan het uitpakken. En dat hebben we niet weer ingepakt zoals het zat, omdat we dat niet meer wisten. Dus we gaan eens kijken of we nou
nog een grotere puzzel wordt dan dat het al eigenlijk al is. Dus, maar goed, we hebben gehoord dat het mee moet vallen. Het is ja, want heel veel van jullie hadden deze bank ook. Ja. Misschien niet in deze vorm, maar wel de Kivik van IKEA. Precies, ja. Dus we zijn benieuwd. Ja. En ja, het gaat wel even duren, denk ik. Dat is de hele bank, een stapel kussens en boel. En nou eens even kijken naar de stof. Ja. Spannend. Staat er wat op, wat we moeten weten? Kijken we zo wel naar. Stof. Stof. Een doos in een doos. Ja, het is echt een doos in een doos. Geen messen gebruiken, dat is belangrijk. Staan hier nou nummers op? Ook niet, hè? Nee, maar hier zou misschien wel een boekje moeten zitten. Kivik. Ja. Mooi. Donker. Grijs was het of zo? Dark gray. Medium gray was medium het. Gray. Ja. Oké, okay. Nice. Ik denk dat er wel labels in die stof staan, dus we gaan eens even kijken. Ja. Hier is een boekje. Moet daar ook een deel zijn, volgens mij. Ja, zie ik niet. Of is dat automatisch het andere deel dan dit? Ik weet het niet. Dit is meer het in elkaar zetten van de bank. Niet echt de stof. De stof spreekt vast van zich. Oh, nou dan is dat het boekje wat we nodig waren. Oh nee, wacht. Je moet eerst dingen in elkaar zetten. En dan de stof erover. Ja, dat is de onderkant. Dit is een hele hoek. Hier. Daarom konden wij nog niks. Nee. Omdat de stof is, omdat het buitenstel heen moet. Nee, je moet eerst die hoek in elkaar zetten. Ja. Kijk, hoek, hoek, zitten. Oké. Nou. Oké. Al die nummers op die dozen, maar wij zien nergens nummers in het boekje staan. Dus ik denk dat het gewoon puzzelen wordt om te kijken. Ja, om die hoek te zoeken. Dat is het eerste wat hier staat. Ja. De hoek zoeken. Want daarna komt de rugleuning. Die ligt daar bovenop al. Ja. Oké. Oh, dat was een hele opgave. Dat was niet moeilijk. Het is gewoon best wel wat werk. Het is gewoon een grote bank. Het is gewoon een grote bank. En het is gewoon even kijken. De eerste bout ging al lekker. Nee, twee pogingen. En de kussens, die hoekkussens waren echt even lastig. Er moet door een heel klein gat moet zo'n heel groot schuin kussen. Maar al met al, viel mee. Staat hier echt mooi. Wat een bank, hé. Ja. Oh, focus. Licht je even aan. De camera heeft een beetje moeite met focussen. Want het is hier een beetje donker. Lampen hebben we nog niet. Maar hij staat goed hoor. Ja, hij staat echt mooi. Wat een ruimte. Echt een goed formaat. Ja, het is altijd lastig. En ik denk dat ik de tv ook prima vind daar. Ja. Of denk je daar? Nee, ik vind hier mooi staan. Hier kun je ook nog prima tv kijken. Zeker. Blijft een beetje lastig op de camera vastleggen hoe het staat. Maar dit, vanuit deze hoek. Ja, je hebt echt best wel veel ruimte. Zaten we echt te twijfelen hoeveel ruimte je nou voor het salontafel zou hebben, zeg maar. Je hebt hier best veel ruimte. Ja. En dan heb je een heel grote ruimte hierover. Ja. Ja, de keuze om die kast daar of hier neer te zetten. Ja, dan moet je gewoon even kijken. Misschien een keer heen en weer schuiven. Heen en weer schuiven. Maar je zou daar nu nog een stoel kunnen zetten. Maar toch vind ik het meest logisch wel daar. Ja, omdat je de hoek daarheen wijst. Klopt. Ja. Dus we gaan het gewoon eens daar neerzetten. Want nu kijk je over deze kant heen. En dat is niet per se erg, want zo vaak kijk ik op die tv. Maar het is logischer daar inderdaad. Alleen... Maar ergens hebben we ook al gezegd dat we het wel leuk vinden als de TV niet het middelpunt van de kamer is, omdat vinden wij gewoon niet nodig. Nee, daar vind ik ook. Toch? Het is gewoon niet altijd, normaal is de zitkamer helemaal ingericht op de tv gericht, maar dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Nee. We hebben nu een mooie open haard, niet dat we die vaak gaan gebruiken. Staat wel leuk. Ja, maar we hebben ook gewoon helemaal geen tv, daar zijn we niet van plan om te doen eerst, een tv-pakket. Nee. Want gewoon niet efficiënt, of hoe zeg je dat? Kost geld en we gebruiken het al. Nee, we kijken toch. Als we iets kijken, dan doen we het via streamen zelf, via de laptop of zo. Ja,
Dat is waar. En het is dan nog wel een lekkere hoekbank om gewoon te liggen en dan te kijken. Dus ja. We gaan het eens even daar neerzetten. Ja. En dat is hem daar. Ja, weet je wat het is? Die muur is maar 1 meter breed tot dat randje van de tegels op de vloer van de open haard. Ja. Dus de kast is dan gewoon te groot. Ik denk dat het best kan, maar die kast is gewoon te groot, denk ik. Nou, weet ik niet. Ik vind deze plek gewoon minder mooi omdat je tegen die opening van de deur aan kijkt. Ja, en de open haard. Het is een beetje vol daar. Ja. Ik vind dat het andere veel ruimtelijker was. Want nu heb je natuurlijk hier wel een bakruimte. Maar dan kan je een stoel neerzetten of een kast. Maar in principe heb je deze ruimte ook nog. Maar dit wordt heel erg een tunneltje nu, zeg maar. Klopt. De kamer is 4x4 volgens mij. Dan heb ik liever een stoel daar, waar de tv nu staat. Of daar, en daar de kast en hier een stoel. Maar... Ja. En de kamer is 4x4 toch? Ja, volgens mij wel. Vierkant in de Dus ja, ik weet het niet. Ik denk ook deze kant, hoor. Ja, ik denk het ook. Dit is echt te vol. Dit is ook niet mooi bij de open haard. Nee, ik denk dat je de tv daar dan zou moeten hangen. Ja, dat is mooier geweest. Dat was echt mooier, denk ik, als hij daar moet. Ja. Nou, dan zetten we eerst hier neer. Ja, zet hem weer terug. En dan zijn we weer op deze plek. Ik denk dat het beter is. Ook als je hier zit, het is gewoon een hele goede hoek. Ik denk ook dit. Daar is de goede plek voor. En de enigste slechte plek om tv kijken is misschien dit. Maar ach, hoe vaak zit je hier nou met 6 man op de bank? Ja, nooit. Dat hier iemand moet zitten. Jij ligt daar en ik lig hier. Dus het is helemaal, het is helemaal goed. Nee, en die deur, dat is dus naar een extra slaapkamer, wat nu onze kluskamer is. Daar willen we graag een houten schuifdeur. Want dit is een spiegel die super lelijk is vanaf deze kant. Ja, dit is gewoon... Het is gewoon een spiegel glasplaat. Dus de binnenkant, als je het zo noemt. Het is een kastdeur eigenlijk, van een garderobekast. Dus dat zie je normaal niet. Nee, dus daar moet gewoon een mooie lichthouten grenen deur of een witte deur. In ieder geval licht. Een schuifdeur, inderdaad, dat het wat breekt. En ja. En we hebben natuurlijk al vaker gezegd, maar voor de mensen die het niet weten, wij gaan alles nog doen aan de binnenkant. De hele woonkamer, ja, dat zijn gewoon klussen, dat gaan we gewoon in 1 keer goed doen. Ja. Maar dat maakt nu niet uit. Dus als je denkt, wat voor prachtige behang hebben jullie op de muren? Ja, dat wordt allemaal anders. De vloeren zijn we ook niet heel blij mee. Nee. We willen ook ooit hetzelfde doen. Deze is al donker en de keuken is weer raar. Laminaat, nee, dat moet allemaal mooi doorlopen. Maar dat zijn klussen, dat komt veel later. Ja, dat is niet belangrijk nu. Nee, dus we kijken naar de meubels en naar de opstelling. En dat is mooi. De open haard kunnen we een keer een andere kleur geven. Ten opzichte van de muren. Ja. Een keer een inbouwkachel zou kunnen. Maar goed. Ik denk dat dit echt mooi is. Want zelfs als ik gewoon hier zit, dan kan ik gewoon prima tv kijken. Ja, zeker. En het is gewoon wel veel rustiger. Hij kan nog een stukje de hoek in. Ja. De kast de hoek in en de tv blijft dan gewoon rechts. Die kan je wat verder rechts op de kast zetten. Laat hem eerst hier mooi staan. Denk het ook. Maar een heel lekker momentje voor ons. Na 2 jaar? 2,5, nou langer denk ik. 2,5 jaar sinds ons huis verkochten. Ja, oké. Maar toen we bij je ouders woonden, hadden we wel een bank. Het is niet dat we nooit op een bank hebben gezeten. Mijn ouders hebben ook gewoon een bank. Maar onze eigen bank, dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden. Onze eigen bank. En hij bevalt me echt goed. Hij zit lekker stevig. Bank. En leg wel lekker chill. Je merkt wel dat dit een stuk steviger zit dan in een winkel, omdat iedereen daarop zit. Ja, en natuurlijk wordt deze bank ook meer bezeten. Ja, maar, bezeten. Nee, maar wij vonden het gewoon wel fijn dat die leuningen laag zijn, dus je kan lekker op chillen ook. Ja. En je kan, het is wel lekker loungebank, dus ik ben er heel blij mee. En ik vind het formaat echt heel mooi passen hier. Ja. Deze was dus ook nog 1 langer, hè? Dus dat je 1 3-zit en 1 2-zit hebt. Dit had is niet gekund. Dus een 2x2-zit, dat was echt een groot. We hebben ook nog naar een uur gekeken, dat dit dus zo is. Had ook niet mooi gestaan, was te hokkerig geworden hier. Ja, een hokker, letterlijk een liggendeelte eraan. Dat was niet mooi geweest. Dit is echt perfect. Ja. En het is altijd een beetje moeilijk om de perceptie te krijgen van de kamer. Maar ik ben er heel blij mee. Ja, ik ook. Top! Ons eetkameraam, die is er inmiddels alweer, nou ik denk wel 2 weken eruit. Ja. Want we kijken al 2 weken tegen een plaat aan. We hebben volgens mij 2 vlogs terug al verteld dat de timmerman ziek was. Die had volgens mij corona. Nou, we dachten eerder dat hij vakantie had. Ja, dat was in de vakantietijd, maar hij was dus uiteindelijk ziek. En hij was er 1 week of 2 niet. Uiteindelijk hebben we hem nu gesproken van de week en hebben we een nieuwe ruit kunnen kopen. Ja. Want dit de ruit ligt er al een tijdje uit. Dit is een van de keuken of eetkamerramen dus. Nou, dat is een van de laatste grote die we voorlopig hebben gedaan. Ja. En die gaan we dus nu nog even plaatsen. Hier waren we best wel vroeg aan begonnen, maar we hebben de keuken zelfs ingehaald. Ja, de keuken en de gang achter, die zijn wel verder mee. Ja. Maar ja, dit raam hebben we nu kunnen krijgen. Nieuw glas. Fijn, want het is een stuk dikker. Het was dus ook kapot. Hij is al helemaal voorbereid, gegrondverfd. En nu gaan we hem kitten. Zijn we al redelijk handig in geworden. We hebben al ondertussen al best wel veel ramen gekit.
En ja, daar hebben we ook al heel veel over verteld. Hè. Stopverven, dat doen we niet meer, maar een glaskit. Ja. Waar ik al vloeiend. Dus, we gaan eens even deze kitten. En ja, dat is best veel werk. Ja, maar het valt ook weer mee, want je moet snel, want je hebt maar 20 minuten. Ja, de kitten drogen gewoon heel snel. Dus je moet snel werken. We hebben geen elektrische kitspuit, maar we doen het met gewoon een kitspuit, glaskit. En dan flink zeepen. En dan gladstrijken en dan werken we het later af. Ja. Gaan we dat even doen? Zo, de meest zenuwslopende klus in ieder geval gehaald. Dat zijn deze dingetjes. Stieftrot noemen ze het in het Zweeds. Dat zijn ijzeren of koperen pennetjes om het glas beter te houden op zijn plek. Doet voor de rest niks op dit moment. Alleen als het glas om zou draaien, dan valt het er niet uit. De kit houdt het voor de rest wel beter. Maar dat rammel je erin met een klein hamertje. En dat zijn gewoon zulke draadjes. Die breken af na één dingetje. Dus die knik je eentje om en die hamer je erin. Ook weer klaar, worden we ook al handig en gaan we nu kitten. Klaar. We hebben een beetje geleerd dat je op een gegeven moment moet zeggen het is goed zo. Want als je eraan gaat zitten, dan trek je de kit weg. Dan is het niet, dan is het gewoon te droog. Ja. Het droogt super snel. En niet dat het droog is, maar er komen vellen op. Dus als je er dan aan gaat zitten om te perfectioneren, dan... ik ben er altijd heel slecht in, want ik wil altijd nog eventjes ergens aan zitten. En dan weerhoud ik me altijd. Maar ik moet zeggen, ik merk wel dat het nu minder snel droog, omdat het weer wat anders is. Ja, in de zomer was het wel veel erger. Ja. Maar kijk maar, als hier... De kitmes is heel scherp. Wat belangrijk is dat je een snede maakt op het glas... Waar de sponning aan de andere kant zit. Dat je niet van de andere kant tegen het glas aankijkt. Nee. Dus dit moet je ook niet weg willen halen nu. Dit droogt en dan kan je het heel makkelijk aftrekken. Hier ook. Ja. Dit pak je een glasmesje en dan snij je het eraf. Dus het ziet er nou nog een beetje rommelig uit. Maar we laten het zo liggen. Maar de kit na het zelf is wel glad. Alleen het nadeel is dat je veegt tegen het hout aan. Dus hoe strakker deze houten lijn is, hoe minder dit golft, zeg maar. En soms zie je... Een deukje, maar dat komt er dan net... Ja, dat is gewoon niet een strakke houten naad, zeg maar. Dan is het gewoon niet... het is oud geweest. Een deuk erin, niet geplamuurd. Nee. Dus 100% wordt het nooit, maar het is super strak vaak als je het hebt geschilderd. Ja. Dus ik ben tevreden. Ik ook. Ja? Ja. En met die klus sluiten we deze weekvlog ook af. Ontzettend veel weer gebeurd. En lekker geklust. Ja. Nu eindelijk een bank. Dat was echt wel het hoogtepunt van deze week. Ja. Een week eerder, of een paar dagen eerder. Echt heel fijn. Kunnen we er ook nog even op liggen? Even liggen, s'avonds na het klussen. Ja. Dat is toch echt heel fijn. Klinkt misschien een beetje overdreven, want zulke bankhangers zijn we niet. Maar het is zo fijn om na een dag even je benen uit en in plaats op een houten stoel te zitten. En het maakt het gewoon, een bank maakt het meteen een stuk huiselijker. Ja, het is gewoon zo'n groot ding wat in een woonkamer hoort. Ja. Nou ja, en dan komen er nog lampen en daar dacht ik, dan is het gauw wel heel huiselijker. Ja, maar we hebben ook nog lampen in Nederland. Precies, inderdaad. En dat is dus ook wat wij na volgende week gaan doen. We gaan weer naar Nederland. En dat hebben we al toen we de eerste keer gingen verteld. Want ons gezinnetje is nog niet compleet. Wij moeten ons derde gezinslid nog ophalen. Onze kat Sammy. Die komt naar Zweden. Ja. Super spannend moment. En dat hebben we bewust niet in één keer allemaal gedaan met de verhuizing. We wilden gewoon een beetje een ingericht huis hebben. Ja. En nu heeft hij ook een fijne bank. Ja. Om op te chillen. En het huis is wat rustiger. Dus, alleen we zijn op één ding teruggekomen. Ja. Want we hebben gezegd de vorige keer toen we hier terugkwamen of toen we heen gingen dat we niet nog een keer met de aanhanger naar Nederland gaan. Want dat gaan we toch doen. Ja, we zijn een beetje weer teruggekomen. We zeiden toch echt heel stellig dat doen we nooit weer. Want dat was wel echt een hele lange tocht. Ja. Maar achteraf valt het dan ook wel weer mee. Maar onder de rijen zelf duurt het gewoon heel lang. Maar goed, we kwamen erachter dat we ontzettend veel spullen nog in Nederland hebben. Die eigenlijk ook naar Zweden moeten. Die je anders ook gewoon niet meer hier krijgt. Kijk, een paar doosjes kunnen familieleden nog meenemen. Maar uiteindelijk is ons logeerbed niet meegegaan. Nee. Nou, jouw bureaustoel bijvoorbeeld. Dat zijn niet echt dingen die je bij iemand in een kofferbak gooit. Nog een motormaaier en... Nee, grasmaaier. Ja, motormaaier. Oh ja. Een motormaaier en... ontzettend veel dozen kleren. Lange lampen, staallampen. Dus ja... We deden het liever niet, maar goed, we gaan toch met de aanhanger en de dakkoffer gaan we naar Nederland. En dan zorgen we dat de auto gewoon niet volbeladen is voor de Sammy, want dat was een beetje de reden dat we niet zo'n volgestouwde auto willen. Nee, en we hadden ook wel gezegd dat we het liefst snel rijden, maar we hebben ook wel weer gedacht, ja, weet je, want er zijn 2-3 uurtjes langer voor hem dan ook weer. Dat krijgt hij ook niet zo mee. Hij zit toch wel heel lang in de auto. Ja.
Maar het is wel zo dat het wel een heel langzaam tocht is. Ja. We gaan nu met onze eigen aanhanger, dus er zit ook weer een nadeel aan. Dus het is niet een overdekte aanhanger. Nee. De spullen die nu meegaan, die zijn misschien iets minder gevoelig voor water. Ja, nou ja, een bed, maar goed, we kunnen gewoon goed met alles inwikkelen. Ja, dat is wel even een dingetje. We moeten wel heel goed zorgen dat alles ingepakt wordt. Ja. Maar goed, volgende week zijn we hier gewoon nog in Zweden. Dus er komt nog één vlog in Zweden. Daar gaan we nog wat klusjes doen voordat Sammy komt om wat dingen af te werken in huis, wat timmerwerk. En het schilderwerk gaat gewoon door. En, ja. Het wordt weer een mooi weer volgens mij volgende week ook. Het wordt weer een beetje na zomer zelfs. Ja, zo, en volgens mij in Nederland ook. Maar hier wordt het ook gewoon weer lekker boven de 20, 25 graden. Dus het wordt echt wel heel lekker warm. Ja. We hopen in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze vlog. En we hopen uiteraard dat jullie bij de volgende zijn. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie dan. Doei doei! Doei doei!